is het of ik die andere Jan hoor. Vind ik helemaal niet erg, hoor. Twee jingles. Je kent Paperweight van Genesis wel, dat nummer. Daar hebben we een jingle van gemaakt. Als die jingle eruit is, dan ben je daar live in de lucht, maar ik geef wel een seintje. Dus dat is eerst nog even een stukje praten, dan Sylvia en dan even daar. Dan laat ik even aan jullie over 10 minuten, een kwartier. Je moet even kijken hoe het, hoe lekker het gaat. Ja. Ik dacht die oude juist. Kom jij eruit? Anders moet je Jan even roepen, als het niet lukt. Ja, mocht Focus zich in de jaren 70 erop beroepen dat ze elk album wel een nieuwe bassist hadden, nu op één cd twee drummers. Thijs? Nou, dit is het enige nummer wat je nu net hebt gehoord, Neurotica, waar Ruben van Roon nog slagwerk op speelt. Want Ruben is vlak na die demo-situatie opgestapt, omdat hij toch koos voor Hans Dulfers' groep. En toen hebben wij gelukkig gevonden Bert Smaak als drummer, Nederlander die in Keulen woont, allerlei hele grote mensen begeleid, onder andere, en hij is een grote fan van Jan, hij vindt het helemaal te gek om met Jan en ons te spelen. Ja. En over Neurotica kan ik zeggen, het is een neurotisch nummer, behalve dat langzame stukje. Ja. Dat is een idee van Bob Jacobs om dat een half tempo te nemen in zit. Dus eigenlijk alle klinkers, behalve de Y. Ja. Over de muziek gesproken die op dit album staat. Hoe lang ben je er al mee bezig? Ik vind het een stuk toch wel agressiever dan bijvoorbeeld Sylvia. Ja, zeker. Ik vind het toch wel een hele andere lading hebben. Ik zie het toch niet helemaal zo. Nee. Maar goed, er zijn andere stukken. Bijvoorbeeld als we Sylvia spelen, het oude Sylvia, live tegenwoordig. Dan hoor ik dat Jan Dumé het ongeveer zo vertolkt als Jan Akkerman. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Nog even over het instrumentale karakter van jullie muziek vanaf die top. Ja. Harde drums en keiharde gitaar en een bas. En ik maar met zo'n soft orgeltje en met zo'n fluitje, nou dat telde ook maar nauwelijks mee in de popmuziek, daar ben ik ook zo raar gevonden. Dat is nog steeds eigenlijk het unieke ook van de muziek van Focus, denk ik. Dat gegil. Hij heeft weinig volgelingen gehad, denk ik. Dat is wel inderdaad een probleem dat bijvoorbeeld een stuk als...